helaas moeten we afscheid nemen van een hele grote groep die ons dierbaar is, maar er zijn geen andere oplossingen voor. Verslagenheid op het Sint Maartenscollege in Maastricht. 20 docenten verliezen hun baan. De leerkrachten die het betreft kregen het nieuws vanmiddag per e-mail te horen. De verslagenheid was groot. De lessen werden meteen na de middagpauze stopgezet. Locatiedirecteur Rijgersberg over de ontslagen. Het betreft zowel docenten als onderwijsondersteunend personeel als ook directie. Wij zitten met verschillende zaken. Allereerst, we zitten met een financieel tekort binnen heel Maastricht. Daarnaast hebben we dit jaar een mooi leerlingenaantal in vergelijking met vorig jaar gehad, maar wel beide jaren aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. Dus dat betekent dat we gewoon met minder leerlingen ook daar een oplossing voor moeten vinden. En dat zit hem dan toch voornamelijk in de personele sfeer. Dat vinden we afschuwelijk, vinden we heel erg spijtig voor alle betrokkenen. Maar het is helaas een stap die we moeten zetten. Iedereen is daar natuurlijk uiteraard heel erg van onder de indruk. Men wist wel degelijk dat er bezuinigingen aankwamen, maar had niet altijd voorzien dat het hem of haar betrof. En mogelijk ook niet dat het om zulke grote aantallen ging. Dus ja, dat is gewoon voor iedereen een heel afschuwelijke situatie. We hebben ook begrepen dat de lessen tijdelijk zijn stilgelegd door de betreffende docenten. Klopt dat? Dat klopt inderdaad. En de docenten die wilden gewoon toch ook graag, of althans het hele personeel, graag weten van hoe zit dit nou, hoe gaan we hiermee verder. En hoe kunnen we nu lesgeven terwijl we dit nieuws horen. Ik denk dat er geen goede manier is om dit soort zaken te vertellen, te informeren. We hadden nu de hele middag hebben uitgetrokken om met collega's te spreken. Dat vergt zijn tijd en uiteraard kan dat niet goed. Het had mogelijk beter gekund. Maar we hebben daar tijdens de pauze hebben het er met elkaar over gehad. We hebben begrepen dat er nogal vrij emotionele reacties waren. Ik kan me voorstellen dat u zich kunt voorstellen dat met dit soort situaties, op het moment dat je baan ingedrongen is, dat je op een locatie waar je met veel plezier vele jaren gewerkt hebt, waar je zowel de leerlingen als de collega's zeer waardeert, dat het gewoon heel pijnlijk is om te horen dat je mogelijk voor een deel of volledige aanstelling ergens anders naartoe moet gaan. En dat daar ook aardige mensen zitten en aardige leerlingen, dat zal allemaal best. Maar op dit moment betekent het dat ze niet meer bij ons terecht kunnen. En dat is gewoon een heel pijnlijke situatie.